Goedemorgen, het is maandag en we zijn weer lekker in de gym. Want we waren vannacht pas om 1:30 thuis. We hebben even een Macje gepakt en daarna moesten we nog even doorrijden naar, ergens naartoe. Ik ga niet vertellen waar naartoe, dat zien jullie vanmiddag. Maar ja, daar is meneer. Lekker aan het sporten, nog eventjes. Gelijk de dag na zijn wedstrijd. Hij weet niet van ophouden. Knallen, gewoon bam. Knallen. Van goud. Gisteren een beetje abrupt ben gestopt met filmen. Ik heb hooi gezegd en toen ben ik gaan sporten. En dat is eigenlijk alles wat jullie van mijn maandag hebben gezien. Wat ik nou wilde vertellen, wat er dus zondagavond was gebeurd nadat Kjell en ik naar huis reden. Mijn zus is bevallen. Dus mijn tweede neefje is geboren. Ik zal even een foto laten zien, want het is echt heel cute. Tadaa. Lieve. En nu is het dan dinsdagochtend. En ik moet zo weer aan het werk. Dus ik ben even aan het ontbijten nu. Havermoutje en een kopje koffie. En straks richting Epe. Ik heb de oplossing voor beslagen ramen. Namelijk afwasmiddel. Dus je smeert eigenlijk gewoon de ramen gewoon in met afwasmiddel. Wacht, ik zal het even laten zien. Dat is echt super handig dit. Zeg maar een beetje bovenaan eruit. En dan woep, met de trekker erover. Hoppa. En het werkt echt. Ze zijn zo helemaal niet beslagen meer. Dat is toch ideaal? Yay, ik ben blij, want ik heb super lekker getraind. Eindelijk weer eens een keertje. Afgelopen weken was ik gewoon echt niet gemotiveerd. Ik had geen zin om naar de sportschool te gaan. Maar het kostte me dus ook echt heel veel moeite om überhaupt naar de sportschool te gaan. En ja, zondag heeft echt geholpen. Ik bedoel, trainen bij Fox Gym, dat was echt super. En daarna die wedstrijd. Ik bedoel, als je dan al die lichaampjes ziet, dan denk je echt van... Ik ga over 6 weken op vakantie, dus ik heb echt besloten dat ik nog even 6 weken lekker ga knallen. Dus ik ga nog eventjes een energietekort aanhouden. Dat ik echt heel erg trots ben op mijn shape. Ben ik nu al overigens. Ik ben ook heel blij met hoe ik eruit zie. Maar ik ben wel eens blijer geweest. En naar dat gevoel wil ik graag weer op zoek. Maar dat gaat de goede kant op. Hele goede kant op. Dus ik ben blij. En nu ga ik me omkleden. Even eten en dan naar het werk. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Woensdag 4 oktober. En het is dierendag. Maar dat is niet de reden dat deze dag speciaal is. Want ik sta nu in Zwolle. Ik ben aan het wachten op Kjell. Kjell en ik zijn vandaag wel geteld 4 jaar samen. Dus hij komt zo deze kant op. En dan gaan we lekker lunchen samen. En we zijn lekker bij Bagels & Beans beland. Dus ik heb een geitenkaassalade. En Kjell heeft een broodje met kip. En een heleboel pesto. Yummy. Lekker. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb even gezellig met Kjell geluncht. En kijk, hij heeft een hele mooie bos rozen voor me gekocht. Rode rozen. Romantisch, hè? Ja, we zijn vandaag 4 jaar samen. Dus dat is echt al heel erg lang. Dus ja, we hebben gewoon eventjes lekker gekletst. Lekker wat gegeten. En Kjell moest weer terug naar Groningen. En ik moet zo weer aan het werk. En dan zien we elkaar vrijdag weer. Goedemiddag. Het is ondertussen al donderdagmiddag. En ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met werken, thuiswerken. Ik heb lekker uitgeslapen en dat was ook wel even nodig, want ik was niet echt fit afgelopen week. En nu heb ik vannacht even 11 uur geslapen en het was zwaar nodig. Ik voel me ook echt gelijk een stuk beter. Ik ben vandaag gewoon weer even een beetje thuis aan het werk, schemaatjes maken. Mocht je nog interesse hebben in een voedingsschema,
dan kan je deze maand, de maand oktober, kun je een voedingsschema aanvragen met 20% korting. Alle schema's trouwens. De aanmelding voor mijn clinic staat online. En ik had het natuurlijk vorige week, of die week daarvoor heb ik het al verteld, dat ik 22 en 29 oktober ga ik een soort van clinic geven. En je kunt je nu aanmelden. Dus ik zal hieronder in de beschrijving even een linkje neerzetten. En als je daarop klinkt, dan kom je op de aanmeldingswebsite uit. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik zit weer in de sportschool. En ik heb net een flinke pre-workout naar achter gegooid. Dus ik voel al een beetje prikkels en zo, energie al doorstromen. En ik ga benen trainen vanochtend. Ik ben weer gedoucht. Ik heb nog na training heel eventjes foto's gemaakt bij Melissa voor mijn Mali. En weer even een setje nieuwe schoenen gescoord. Hopsakeetje. En nu ga ik richting het station. Ga ik jou ophalen, want het is natuurlijk weer vrijdag. Dus dat betekent dat Kiel weer thuis komt. En vanmiddag gaan we nog heel even naar mijn neefje toe. En dan zal ik wel even een stukje filmen. Want ik ben er maandag ook geweest, maar toen heb ik natuurlijk niet gefilmd. Maar ik denk dat dat vanmiddag wel kan. Zo, ik mocht maar even een heel klein stukje laten zien van mijn kleine neefje. Want hij was een beetje ziekjes. Had krampjes. Dus ik heb een klein stukje gefilmd. Maar dan weten jullie in ieder geval wat een lieve baby het is. Doe normaal, jong. Doe normaal. Doe normaal. Pardon. Pardon? Dan ga ik netjes mijn tandjes poetsen. Je bent niet goed wijs. Jij ook niet. Je bent echt niet goed wijs. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdagochtend. En het is 9:30 en ik ga even lekker sporten. We'll be right back.
En nou ja, we waren vannacht rond 2 uur denk ik pas thuis. We hadden een feestje gehad in Monnikendam. De tante van Kjell die was 50 geworden, dus we hebben een heel gezellig feestje gehad. En nou ja, vandaag zou ik eigenlijk naar Rotterdam gaan. Ik zou een evenement hebben bij Ellen en Pim's in Rotterdam. Dat is een kiprestaurant eigenlijk, super lekker. Ik ben al een keertje samen met Kjell geweest. Alleen de NS liet me in de steek. Ik zou met de trein gaan, normaal gesproken geen probleem naar Rotterdam. Maar vandaag was dat dus wel een probleem. Kjell die had vandaag een fotoshoot gepland met Marcel. En nou ja, ik ga maar gewoon een beetje trainen. En misschien kan ik nog even wat fotootjes meepakken. Dus gaan we gewoon zelf een kleine fotoshoot van maken. En ja, ik zal jullie even laten zien hoe dat zo ongeveer gaat. Zo, we zijn nu ongeveer al bijna 2 uur aan het shooten. Het is best wel leuk. Maar het is super leuk. En foto's zijn nu al heel mooi geworden. Ik heb een aantal foto's gezien. En zijn echt heel gaaf. En ik heb zelf ook wel een paar keer op de foto gestaan. En het was ook heel gaaf. Nee, mag jij even iets meer deze kant op draaien? Zo, we zijn klaar. Net een hele coole foto's gehad in de sportschool met Marcel, @Marchique met dubbel S. Zoek maar even op. En dan gaan we zo pizza eten. Yep. Chicken. En wat nog meer? Paprika. En ook tomaatjes. Kan, een paar. Uitjes? En uitjes. Ook mozzarella? Ja. Mozzarella. Bijna 400 graden. Ja, dat is ook warm. Het is wel lekker. Veel lekkerder dan een normale pizza. Mario. Hoppa. Okay. Op zijn keetje. Mooie pizza. Pizza is live. Pizza is live. Pizza à la Kjell en Carmen. Pollo. Pollo. Mom, mom, mom. We hebben ons buikje lekker vol gegeten met de pizza. Het is altijd zo lekker. Zelfgemaakte pizza uit de steenoven. Echt veel lekkerder dan normale pizza. Maar nu ga ik lekker slapen. Dit was het einde van de nieuwe weekvlog. En ik zie jullie volgende week hopelijk weer. Dus mocht je de video leuk vinden, kun je altijd subscriben. En zo blijf je op de hoogte van de nieuwe video's. Nou ja, volg me op Instagram, Facebook. Maakt niet uit waar je zin in hebt. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer. Tot rusten.